Welkom bij een bijzondere editie van het Paralympisch Sportjournaal. We zijn hier bij het NOS-NOC-NSF Sportgala 2016 en de grote vraag van vandaag is: wie wordt de Paralympisch sporter van het jaar? Weet je al wie je gaat stemmen voor Paralympisch sporter van het jaar? Nee, nog niet. Heb je tips? Ja, maar iedereen die goud heeft gewonnen is genomineerd, dus het zijn er echt heel veel. Ja, ik ben op iedereen jaloers met die gouden plak. Maar ja, wat Marlou natuurlijk neerzet al jaren, dat is natuurlijk echt super. En ja, misschien gaan we stemmen naar haar, maar ik weet het nog niet. Ik ga nog even goed lezen. Voor het eerst genomineerd. Het is wel een hele lijst genomineerden. Het zijn er een hoop, hè? Ja, jammer in mijn optiek natuurlijk. Maar ja, ik ben blij dat ik in ieder geval bij die grote groep dan zit. Dus ja, we gaan het zien. Ga je op een zwemmer stemmen? Ja, dan zit er wel wat bij voor je. Ja, Lisette wordt het denk ik. Lisette? Ja. Omdat ze kan zwemmen? Zij kan gewoon echt zwemmen, zeg maar. Ze kan gewoon alles. Zij kan echt zwemmen? Jij toch ook? Ja. Nee, maar ja. En ik zwemmen gewoon een mooie sport. Jiske, ik heb je al eens vaker gevraagd hoe het is om genomineerd te zijn. Maar hoe is het om twee keer genomineerd te zijn? Ja, dat is een beetje gek, hè. Volgens mij ben ik de enige. En dubbele kansen, zou ik zeggen. Ja, of iedereen die op jou wil stemmen, moet ze stemmen verdelen. Dat is misschien juist nadelig. Ja, zo had ik er nog niet helemaal over nagedacht. Maar superleuk om genomineerd te zijn. En we gaan gewoon genieten van een hele mooie avond. Als genomineerde mag je niet stemmen. Oké, dan kom je goed weg. Ja. Maar als je had mogen stemmen, wat zou je dan doen? Wat zou ik dan doen? Ja? Dan zou ik Lisette Bruinsma doen. Lisette Bruinsma? Ja. Omdat ja. ze zwemt? Ja, en omdat ze zwemt. En ook een beetje omdat mijn Paralympisch coach Mark Faber zit nu bij het valide zwemmen. En dat vind ik toch wel een hele mooie. Ik vind dat hij geweldige prestaties heeft geleverd. Hij heeft 21 medailles uit het water gevist daar in Rio met zijn Paralympische zwemmers. En dat vind ik bijzonder. Dus dan zou ik ook altijd voor een zwemmer kiezen. Hoe schat je je kansen in? Niet hoog. Ik kan niet veel. Ik heb natuurlijk maar één gouden medaille gehaald. En in een onderdeel waar je ook meerdere medailles kan halen. En heb ik er maar één gehaald. En er zijn mensen die hebben meerdere medailles gehaald. Dus ik vind zelf ook dat die moeten winnen. Serendi, heel bijzonder dat ik jou ontmoet. Jij bent de snelste man op de 200 meter. En ik de langzaamste. Dus dat is aardig om elkaar een keer te zien. Het gaat over de Paralympisch sporter van het jaar. Heb jij gestemd? Ja, ik heb wel gestemd. Op wie? Mag niet zeggen. Mag je wel zeggen? Nee, we gaan kijken wie het beste is. Maar je, gaat niet zeggen wie de Paralympisch sporter van het jaar moet worden? Moet worden, nou, dat weet ik niet. Ik heb op iemand gestemd. Maar je zegt niet op wie. Is het iemand die ook aan atletiek doet? Ja, ook. Is het iemand die ook heel hard kan lopen? Ja, maar iedereen heeft zijn best gedaan, dus... Je bent wel heel diplomatiek. Ik hou ook van die wielrennen doen. Die ja, oké, maar je hebt op Marlou gestemd. Maar je hebt op Marlou gestemd. Of ik op haar... We gaan kijken wie gaat winnen. Iedereen die aan Paralympisch doet, is mijn held. Ik kijk naar iedereen, dus... Heb je veel gekeken naar de Paralympische Spelen? Ja. Ze trainen ook daar in Papendal en alles. En ik zie hoe ze alles doen. Het is ook gewoon... Ja, het geeft mij ook kracht om door te gaan en alles. Hoe zij alles kunnen doen. En ja, bijna niet klagen met alles dat ze al hebben. Dus je gaat je verbazen hoe je kijkt. Dus als jij een slechte dag hebt en je bent een keer niet blij, dan kijk je naar de Paralympische sporters en dan... Daarom heb je geen slechte dag. Het gaat alleen goede dagen. Dat is wel goed om daar een keer achter te komen. Nou, ik wens je een hele fijne avond. Bedankt. En je hebt dus op Marlou gestemd. We gaan kijken hoe ik ga winnen. Zij gaat wel winnen. Hoe schat je je kansen in? In theorie is dat 1 op 14, dus die kans is niet zo heel groot. En ik vind het vooral gewoon een enorme eer om genomineerd te zijn. Ja. En als jij het niet mocht worden, wie gun je het dan het meest? Oh, dat is wel een hele goede, dat is een gewetensvraag. Daar heb ik nu niet over nagedacht, omdat ik nu niet hoefde te stemmen op Paralympische sporter van het jaar. Ja, er zijn heel veel gouden medaillewinnaars, dus ook heel veel mensen genomineerd. Je mag even spieken. Nee, ja, ik weet al wie. Oh, je weet al wie je gaat stemmen? Ja, want
Ja, Aleida Noorbruis vind ik echt fantastisch. Ook Friesland altijd mee, veel dingen mee gedaan. En echt de Friese onderling natuurlijk. Dus ik ben echt haar grote fan. Ik vind haar fantastisch, dus ik ga zeker op haar stemmen vanavond. Fan van Aleida, wat goed. Ja, zeker weten. Het is echt heel leuk. En ik ken haar familie ook goed. En zij de mijne. We komen elkaar tegen in Friesland. Dus ja, ik heb zeker voor haar gejuicht. En ze heeft het echt fantastisch gedaan. Dus ja, zij krijgt mijn stem vanavond. Voor het eerst genomineerd. Hoe is het voor jou? Ja, het is heel bijzonder. Maar voor mij is het ook heel bijzonder om hier al te zijn. Omdat ik, dit is mijn eerste keer. De eerste keer dat ik hier mag zijn. Omdat ik nu een status heb. Dus het is überhaupt al heel bijzonder om hier te zijn, zeg maar. Ook al word ik niet gekozen. Ja. Nou, spannend. Heel veel succes. Dankjewel. Ja, er zijn 14 genomineerden. Dat zijn er wel veel. Ja, het zijn er wel veel. Maar ja, goed, iedereen heeft het, alle 14 hebben het verdiend natuurlijk. Allemaal gouden medaille, dus ja. Ja, maar er is er maar eentje die een onmogelijke bal duikend heeft gepakt en vervolgens een punt heeft gemaakt. Dat is er maar eentje van de 14. Ja, dat klopt. Maar goed, zo heeft elke sporter weer een ander mooi punt gemaakt of een andere mooie... Ja? Dus je denkt niet dat je hem daarmee gaat winnen nog? Ja, dat zullen we zien. Hoeveelste nominatie is dit? 5? Oh, 4 denk ik. 4e, oké. Okay. We zijn de tel een beetje kwijt. Wat betekent dit nog voor jou? Nou ja, het is natuurlijk altijd mooi om genomineerd te worden. Al is in dit jaar natuurlijk word je genomineerd omdat je goud hebt. Dus het is vooral mooi dat ik goud heb gewonnen. Daar ben ik heel trots op en het is gewoon heel erg leuk om dat te vieren, denk ik. Ja. Nou, 14 genomineerden, hoe schat je kans in? Ja, nou wat is, ik kan niet zo snel rekenen, maar... 1 op 14 dan? 1 op 14? Ja. Goeie, 1 op 14. Op wie heb je gestemd? Annieke en Jiske. Rosseltennis? Ja. En waarom de dubbel? Nou, ik vind de samenwerking altijd gewoon heel mooi. Dat zie je bij ons in het team dat het heel erg werkt. En bij hun in het team ook. En ja, ik hou ook gewoon van tennis. Dus ik vond het dan echt een super duo. Op wie ga je stemmen? Ja, dat wilde ik eigenlijk nog even geheim houden. Maar ik wil het heel graag weten. Weet je al wie je gaat stemmen? Ja, ik weet al. Sterker nog, ik heb al gestemd. Ja, maar waarom vertel je dat niet? Nou, weet je wat het is? Ik vond het dit jaar zo moeilijk. Omdat ik eigenlijk vind dat eigenlijk alle Paralympische sporters het verdiend hebben. Echt, er zijn zoveel genomineerden en ze hebben allemaal zo hun best gedaan en zulke goede prestaties neergezet. Dat ik het heel erg lastig vond om te spelen. En toch is het je gelukt, hoor. En toch is het je gelukt, maar je gaat het niet zeggen. Is het een vrouw of een man? Het is een vrouw. Kan ze zwemmen? Vast en zeker ook. Heeft ze daar goud mee gewonnen? Ja, nee, heeft ze goud mee gewonnen. Kut, dan kunnen het er nog steeds 3 zijn. Ik heb op Kelly van Zon gestemd. Ik vind het supergoed wat zij heeft gedaan. En na 4 jaar titel te weten weer te halen. Dat vind ik heel erg knap. Nou, wat goed. Wat vond je het mooiste moment van het tafeltennis? Dat punt die ze tegen de Turks had gemaakt. Ja, dat was wel echt wel vet, hè? Ja, dat was super. Ik denk dat je kans maakt. Ja, denk je dat? Ik denk het wel. Maar mijn vraag eigenlijk gaat over de Paralympische Spelen. Want wie wordt Paralympisch sporter van het jaar? Er zijn 14 genomineerden. Ja. Ja, als je zou mogen stemmen, op wie zou je dan stemmen? Ik heb al gestemd. Mag je ook, je mag ook stemmen? Ja, ik dacht dat je niet mag stemmen. Oh, andere categorie mag je wel stemmen. Op wie heb je gestemd? Ik heb gestemd op Malou van Rijn. En dat heb ik gedaan omdat ik gewoon vind dat zij echt een uniek persoon is in haar sport. En ook in de hele sportwereld in Nederland vind ik gewoon dat ze echt een voorbeeldfunctie uitdraagt. Hoi Aleida. Hoi. Gaat het goed met je? Ja, prima. Nu helemaal. Ik zie jou. Ah, wat aardig van je. En nou, het is niet de eerste keer dat ik het je ga vragen, maar hoe is het om genomineerd te zijn? Ja, dat blijft mooi. Dat blijft een eer. Ja, meer kan ik je niet over zeggen. Maar hoe schat je zelf je kans in? Eerlijk? Ik zie geen kans. Je denkt dat je niet gaat winnen? Maar lange na niet. Als ik kijk naar de voorgaande 2 keren, toen deed ik niet eens mee in de uitslagen. Qua percentages en stemmen die ik heb gehad. Dus het zou mij nu raar verbazen als het wel zo is, maar positief verrassen. Hoe vaak ben jij al op het gala geweest? Ik denk een stuk of 10 keer. 10 keer, maar nu voor het eerst als Paralympisch sporter. Ja, en voor het eerst genomineerd, dus dat is extra speciaal. Dus wat dat betreft is het een goede move geweest van je. Ja, zeker. Zeker buiten dat was het gewoon ook een hele mooie periode. En dat we hier nu staan met z'n tweeën, dat is natuurlijk een teken dat we goed gedaan hebben afgelopen jaar. Jaren, ja. Wat zou het voor jou betekenen als jullie Paralympisch sporter van het jaar zouden worden? Ja, natuurlijk een hele grote eer en nog een extra bekroning op onze prestatie. En ja, dat zou fantastisch zijn. Er zijn 14 genomineerden. Hoe schatten jullie de kans in? Ja, ik denk dat we een hele kleine kans hebben vergeleken de andere namen die er ook genomineerd zijn en de andere resultaten.
Ja, maar jullie zijn Tristan en Teun. Ja, dat is wel zo. Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel gouden medaillewinnaars. Dus ja. Ja, we gaan het zien vanavond. Ja, wat zou het voor jou betekenen? Ja, dat zou natuurlijk een bekroning zijn op een heel mooi seizoen, zeg maar. En, maar goed, als we het niet worden, dan is het seizoen niks minder. Ik denk dat dat het hoogtepunt uit je carrière is dan, toch? Dat zou best wel eens kunnen, ja. Ja, we gaan het zien vanavond. De winnaar is... Die zet het uit.